Dit is het Omroep Tilburg Regio Nieuws van maandag 7 mei. Met vandaag: Buxus Rups keert terug. Nieuwe parkeerautomaten overal in Tilburg. De lente breekt aan en dat brengt verschillende insecten met zich mee. Helaas voor eigenaren van buxusplanten wat minder leuk nieuws. De Buxus Rups is weer terug en terroriseert de tuinen. De verspreiding van de rups is al jaren aan de gang, maar sinds vorig jaar heeft Tilburg er last van. Volgens groenspecialist Jeroen is de eerste fase van de plaag begonnen. Je hebt eigenlijk drie cyclussen van de rups in Nederland. De eerste is nu, de rupsjes zijn wakker geworden, uit de eitjes gekomen en die zijn zich nu eigenlijk aan het ontwikkelen. En als ze zich dadelijk verpopt hebben en ze uitkomen, dan krijg je een mannelijk en vrouwelijk vlinder die gaan paren en die leggen opnieuw eitjes. En dan krijg je een tweede geboortegolf van rupsjes. Ja, en die is toch wel iets groter dan wat je nu ziet. Ja, half juli denk ik dat je wel een hele grote plaag gaat krijgen nog. Dit is nog niks wat je nu ziet. Manieren om de buxusruspen te voorkomen in de tuin is er niet. Nee, voorkomen is heel lastig. Je kunt een natuurlijke feromonenval op gaan hangen om de mannelijke vlinders weg te vangen, zeg maar. Zo krijg je eigenlijk een onderbroken cyclus. En ja, dan krijg je dus geen bevruchte vrouwelijke vlindertjes die dus geen bevruchte eitjes leggen. Maar ja, goed, heb je eenmaal die rups zitten, ja, die zul je toch eerst moeten behandelen of moeten bestrijden. Kijk, je kunt ook zeggen, ik ga de buxus gewoon vervangen door wat anders en geen buxus meer neer te planten. Want daar zou ik dan toch wel een beetje een tip willen meegeven. Dan plant geen buxus meer neer, want hij wordt voorlopig de komende tijd, ik denk komende jaren, toch wel opgegeten. Er zijn verschillende producten om de rups te bestrijden. Je hebt gewoon gif wat je dus over de plant heen spuit om de plant giftig te maken deels en de rupsen te bestrijden, onder te spuiten met gif. Dat kan op een plantaardige basis, dat is een beetje biologisch natuurlijke manier, of met een chemisch middel. De biologische middelen zijn natuurlijk altijd beter voor het milieu, ook beter voor alles eigenlijk. Maar goed, beide werken effectief. Je moet alleen wel zorgen dat je de rups goed raakt. Dus behandelen en voorkomen. De gemeente Tilburg gaat alle parkeerautomaten in de stad vervangen. Overal zullen nieuwe parkeerautomaten komen waar mensen kunnen parkeren door hun kenteken door te geven via een app of in te voeren in de automaat. Met de nieuwe automaten kan niet meer contant betaald worden, wel nog met de pinpas. Daarnaast hoeft er geen papiertje meer geplaatst te worden achter de autoruit. In september 2016 werd er al gesproken over nieuwe parkeerautomaten, dit omdat ze afgeschreven en aan vervanging toe zijn. De vervangingswerkzaamheden zullen per wijk plaatsvinden en gaan eind juni van start. Afgelopen zaterdag vormde Vliegbasis Gilserijen voor de Vrijheidsambassadeur weer het startpunt van een tournee langs verschillende bevrijdingsfestivals. Ronnie Flex, Fed Le Grand en de band My Baby stegen aan het eind van de ochtend in drie verschillende helikopters op om vanuit daar vier of vijf optredens te geven door heel Nederland. Het Defensiehelikoptercommando geeft al jaren op deze manier ondersteuning aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tot slot nog het weer. Het blijft lekker warm en zonnig. Vanavond daalt de temperatuur tot 15 graden. Morgen wordt het maximaal 27 graden. Geniet van het weer. Dit was het Omroep Tilburg Regio Nieuws van maandag 7 mei 2018. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website www.omroeptilburg.nl.